Ik speel Hans Stuitert. En Hans Stuitert is een zeer gemotiveerd werknemer van een tuincentrum. En wordt uiteindelijk in een soort reorganisatie wordt een beetje weggerommeld zijn pensioen in. Ik speel Marleen, dat is de vrouw van Hans. En op het moment dat Hans met pensioen gaat, krijgt Marleen promotie. En dus die gaat veel harder werken. En uiteindelijk vindt hij zijn hel door toeval in een koor, een shantykoor. Femke is de dirigente van het shantykoor. Best een leuke vrouw, maar gewoon ja, niet altijd even vlot. Behalve als ze moet dirigeren. Ik ben heel positief, terwijl van mezelf ben ik nogal negatief. Dus ik moet er heel veel moeite voor doen om het te spelen. Ja, Bob is wel, als je eenmaal over zijn grensje heen gaat, dan verandert hij. En Miep bestiert de bar in het wijkcentrum waar de koren repeteren. Vandaar hebben we opnames van het koor, van het shantykoor. Het dorpshuis is de plek waar we repeteren. Kijk, de ene zit op badminton, de andere op voetballen en wij zitten op koor. Ik zing geloof ik met iedereen lekker mee. En er zitten professionals tussen en die vangen dat volgens mij wel een beetje op. Hoop ik dan maar. We zitten ook veel in de bar. Dat wordt er ook bij. Maar je hebt ook de viswijven en dat is Miepskoor. Het is wel heel fijn om met leuke, maar vooral van die hele goede acteurs te spelen. Ik ben persoonlijk heel erg blij dat er weer een muzikale serie op televisie is. Ik hou van de combinatie zang en spelen en acteren. Dus ja, ik ben heel blij dat Tweedehands bestaat.